Welkom bij aflevering 145 van het COVID-19-journaal. In deze editie nemen wij u terug naar de aflevering van Niet zomaar een prikje van maandag jongsleden waarbij infectioloog Dr. Vreden ingaat op de vragen vanuit de samenleving. Ook is in de voorbije week de Technische Adviescommissie Nationaal Immunisatiebeleid COVID-19 aan de slag gegaan. De voorbije week is ook de Technische Adviescommissie Nationaal Immunisatiebeleid COVID-19 aan de slag gegaan. Het is een groep van experts dat beleidsmakers zal bijstaan om de nationale COVID-19 vaccinatiecampagne in goede banen te leiden. De directeur van het ministerie van Volksgezondheid weet nu al dat het een succes wordt. So I'm very glad that today we can install this, this commission, in Dutch. Is de Technische Adviescommissie Nationaal Immunisatiebeleid COVID-19. So is the Technical Advisory Commission of our National Vaccination Plan for COVID-19. I'm very honored and glad that we have the availability of this group of special experts and we are looking forward to your guidance to make our vaccination plan successful. And with Dr. Karen, I have a lot of deliberations. Thank you for all the guidance on the way. I think that Dr. Matala will join this track also. And with the other persons, I have good contact. And that is why our government, we are on track in the measures to limit the spread of COVID-19 and to have a good balance in limiting the spread and trying to let the government do what it can do to have to let the people of Suriname have a better condition to live, because 12 months lockdown, that is not a good thing. But we will need a very good balance in limit spreading, and we know that scientifically it's already proven. We are getting always the advice, especially from recognized international institutes, PAHO, WHO, UNICEF, that the spreading can be limited by contact of people. If we can control that, then it is helping us in limiting the spreading. And that is why the lockdowns are being pronounced, and we are always checking the trends. We are always asking the epidemiologists also, what are the numbers saying to us? How are the numbers communicating with us? And dependent on that, we have to adjust our measures. Because we don't want situation, we have to learn of circumstances we have seen in other countries, in other places. So taking that in account, we have to, sometimes the measures are not good. We have a lot of criticism from people, but we have to make a good balance in limiting the spread with strict measures. And on the other hand, we have to allow people to survive. So now we are proceeding to a next step, and the next step is to protect the population from severe disease. And now the vaccination is in place. The WHO are giving emergency authorization. Then Suriname is now also planning to have risk groups vaccinated, immunized, and we can then prevent severe disease. Severe disease, we can lower the death rate, and we will do that with the help of this technical committee.
So the National Immunization Technical Advisory Group is a committee of experts in various fields such as epidemiology, immunization, pediatrics, infectious diseases, virology, etc., that many countries use to provide technical guidance to the Ministry of Health and the National Immunization Program on various aspects of immunization. This committee can review details on various vaccines that are being made available to countries to provide the guidance on whether this vaccine can be used and how it should be used in countries. This committee can also provide oversight for the implementation of immunization programs and special campaigns. So certainly the COVID-19 vaccination campaign that Suriname will embark on very shortly is one such activity that this National Immunization Technical Advisory Group will provide some technical oversight for. Well, as PAHO, as an international organization with a very long history of providing technical guidance on the immunization program, the Pan American Health Organization, as an ex officio member of this technical committee, will be able to provide guidance in terms of information, support for certain processes, to provide guidance to the regulatory processes for the approval of vaccines, operational aspects, monitoring of adverse events that may occur following vaccination, to be able to ensure that they are adequately investigated and classified. Because it is important to note that not every event that occurs following vaccination is as a direct effect of the vaccine itself. And so this really needs careful monitoring and investigation to really classify if these are in any way related to a vaccine. So as eerder vermeld in onze journaals van de afgelopen dagen, is het AstraZeneca-vaccin afgelopen donderdag gearriveerd in Suriname. Het gaat om een schenking welke gedaan werd door Barbados. De schenking bevat 1000 vaccins, dat wil zeggen dat de eerste 500 mensen binnenkort gevaccineerd kunnen worden. Intussen is het vaccin al goedgekeurd door de WHO. Inmiddels is dit vaccin door de WHO goedgekeurd. U moet weten dat het is wel het AstraZeneca-vaccin, maar dat wordt in verschillende landen geproduceerd. Niet alleen in Engeland, maar ook in België geproduceerd. En eigenlijk wil de WHO van ieder land waar het geproduceerd wordt, willen zij expliciet zeggen dat het geproduceerd wordt voor, volgens de regels der kunst, zal ik maar zeggen, en dat de kwaliteit oké is. En dat hebben ze gisteren of vandaag bevestigd. Dus wat dat betreft kunnen wij dit vaccin gaan gebruiken. Wij zijn al enige tijd bezig met het voorbereiden van de vaccinaties in Suriname. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Je moet een heleboel in orde maken, je moet locaties, je moet mensen selecteren, je moet mensen specifiek trainen. En dat was nog niet helemaal in place, omdat er niet voorzien was dat dit vaccin plotseling op vrijdag of donderdag in Suriname zou aankomen. Maar het staat gekoeld op de juiste plek waar het moet zijn. Zoals u weet is dit een vaccin dat niet bij minus 80 bewaard hoeft te worden, maar gewoon in een koelkasttemperatuur. En daar staat het nu. En wij zijn nu hard bezig om alles in place te brengen, om zo snel mogelijk te beginnen met vaccineren. Het toedienen van het vaccin door de frontliners zal niet zomaar geschieden. Vooraf zal er eerst een training gevolgd worden en daarvoor is er al een speciaal team samengesteld. Er is een bepaald team samengesteld dat, vanuit het BOG. En die zullen in een aantal modules zullen zij de mensen trainen. Hoe het vaccin op een juiste manier niet alleen toe te dienen, maar je moet een aantal vragen van tevoren stellen. Je moet goed registreren. Wat je doet en aan wie het geeft, et cetera. Dus daar zijn een aantal mensen voor aangewezen. En het aantal mensen dat getraind zal worden, dat kan je niet allemaal in één keer trainen. Want er zullen op den duur een heleboel groepen zijn door het land die mensen gaan vaccineren. Dus dat team dat wordt steeds verder uitgebouwd. Een hele belangrijke vraag dat steeds weer gesteld wordt, is als men eenmaal gevaccineerd is met het vaccin, men toch weer positief getest kan worden met een PCR-test. Dr. Frieda heeft daarop het antwoord. Het is niet 100% uitgesloten. Wat we weten van het vaccin is dat het
vooral beschermt tegen ziekte. Maar dat doet het, geen enkel vaccin doet dat voor 100%. Dat zou zeggen, een zeker percentage mensen kan nog steeds ziek worden. Ja. En een groter dan dat percentage kan in principe nog virusdrager worden, misschien zonder ziek te worden. Dus dat is van tevoren niet helemaal te zeggen. Wat we nu wel weten, en dat is alweer kennis die er vorige week nog niet was, is dat mensen die gevaccineerd worden, dat die sowieso, als zij al virus dragen, dat dat in veel lagere concentraties is en dat zij vanwege het feit dat zij geheel asymptomatisch zijn, want het virus beschermt tegen ziekte, dat de kans dat zij het op andere mensen overbrengen ook vrij klein is. Dit is een beetje preliminaire informatie, komt uit de Verenigde Staten. Dus ik weet niet of we daar al helemaal ons beleid kunnen afstemmen, maar in ieder geval is het iets wat ons gunstig stemt met betrekking tot de mondkapjes die we dan af kunnen zetten. Ja, ja. Weet u? India stelt 50.000 AstraZeneca-vaccins beschikbaar aan Suriname. De Indiaanse regering zal 350 vaccins aan Caribische landen verstrekken. Dr. Frieda geeft in het wekelijkse live TV-programma niet zomaar een prikje aan waarom er voor nu gekozen wordt voor vaccins uit India en niet die van Oxford. Dat heeft puur te maken met beschikbaarheid. Oxford is, was als eerste goedgekeurd, heeft een geweldige effectiviteit. Ja. Er is dan ook ontzettend veel vraag naar. In feite was dat al uitverkocht voordat het überhaupt op de markt was. Zo hebben vele Europese landen dat gedaan. En in feite, doordat inkopen nog voordat het op de markt is, heeft men dit vaccin zo snel kunnen ontwikkelen. Men heeft gewoon aan die bedrijven heel veel geld gegeven en gezegd van luister, de eerste 100.000, de eerste 200.000 doses zijn voor mij, hier heb je het geld. Zonder nog te weten of dat vaccin zou werken. Ja. Zo graag wilde men vaccin voor zijn land vaststellen. En ja, Pfizer-BioNTech vaccin was het eerste goedgekeurd. Daar is een enorme schaarste aan. En ja, that's it. Je kan het land niet altijd kiezen, maar gelukkig zijn er een aantal vaccins. De WHO heeft vorige week een schema uitgegeven van alle vaccins over hun effectiviteit, over in welke fase ze zitten van goedkeuring door de WHO of van het presenteren van resultaten. Dus aan de hand daarvan kun je kijken wat het second best, of misschien niet, of het best is. Het verschil maakt niet zoveel verschil uit. Ja. Een andere vraag dat elke week tijdens het live opbelprogramma gesteld wordt is, is het dragen van een mondkap nog verplicht na eenmaal gevaccineerd te zijn? Mogen ook de frontliners na gevaccineerd te zijn zonder beschermingsmiddelen te werk gaan? Het antwoord is vooralsnog nee. Omdat wat we weten van het vaccin, de reden waarom we frontliners vaccineren, is niet omdat we, ja, we vinden ze wel aardig hoor, maar het is vooral omdat we niet willen dat ze ziek worden. Nee. We willen dat ze gezond blijven en de mensen in de ziekenhuizen kunnen blijven behandelen. Dus dat is de belangrijkste reden om deze frontliners te vaccineren. Ik heb al eerder aangegeven dat het nog niet vaststaat of je, als je iemand vaccineert, of die persoon, we weten, wat vaststaat is dat de persoon dan vrijwel niet meer ziek kan worden, ook als die geïnfecteerd zou worden. Maar wat we nog niet weten is of die persoon toch nog dat virus in zijn keel kan hebben en het op anderen overdragen. En zolang we dat niet weten, willen we graag dat die persoon een mondkapje draagt. Want mocht die dat virus ergens oplopen, dan moet hij niet zijn patiënten infecteren. Dus pas als we weten dat het vaccin ook voorkomt dat je het virus uitscheidt, en dat wordt steeds waarschijnlijker, maar we weten het nog niet zeker, tot die tijd zullen de gezondheidswerkers ook, of de gevaccineerden, die zullen toch nog hun mondkapje op moeten houden. Elke maandagmiddag om 17:30 wordt er via STVS in collaboratie met Lyme TV een live opbelprogramma gepresenteerd waarbij infectioloog Dr. Vrede ingaat op vragen vanuit de samenleving met betrekking tot het COVID-19 vaccin. Gebleken is dat nu bij de derde aflevering van het programma er heel wat telefoontjes binnenkomen van mensen die alles willen weten over het vaccin. De minister van Volksgezondheid Amar Ramadien
complimenteer de samenleving voor de participatie tijdens dit opbelprogramma. En ik mag in ieder geval de luisteraars complimenteren voor alle vragen en alle openheid. En u merkt een, als kritische kijker merk ik een duidelijke onzekerheden. De duidelijke onzekerheden en bezorgdheden van de samenleving. En ik dacht, het is toch wel goed om de samenleving hierbij te complimenteren voor de openheid en de opstelling die men heeft bij het stellen van de vragen. Het is ook precies de bedoeling van ons als regering om die openheid ook te presenteren en de openheid te geven aan de mensen over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-vaccin. Gezondheidsminister heeft verder ook geconstateerd dat er heel wat ruis leeft binnen de samenleving over het wel of niet innemen van het vaccin. Dit komt volgens de minister van de vele valse berichten die de wereld ingaan. In een telefonisch onderhoud heeft de topman het volgende te zeggen. En onze onderzoekingen tot nu toe wijzen eigenlijk ook uit dat heel veel mensen een angst hebben om zich te laten inenten, omdat er heel veel berichtgeving is. En ik keek nog vandaag naar een artikel. Het is heel belangrijk om te weten dat er door Al Jazeera netwerk, dat is een bekend nieuwsagentschap in de wereld, dat er een onderzoek is gedaan naar van waar deze reus en van waar deze informatie dan en berichtgeving rondom het vaccin, dat alsof de mensen invloedrijke mensen als Bill Gates en de WHO mensen zouden willen uitroeien van waar het allemaal komt. Ik wil dus zeker van de gelegenheid gebruik maken om de mensen te vragen om te gaan zoeken en kijken op het internet naar dit artikel van Al Jazeera, waar men heeft uitgelegd en uitgezocht dan waar eigenlijk de bron is van de misinformatie. En er zijn een aantal instituten genoemd die achter deze theorieën zitten, maar ook personen. En ze hebben dus het bewijs in dat onderzoek ook aangetoond. Dus ik wil hierbij, precies zoals Dr. Frieden zegt, het is niet onze taak en zeker niet de taak van de regering om op te komen voor een individu als meneer Bill Gates of voor de WHO. We zijn daar trouwens ook lidland van. Maar het is onze taak slechts om aan te geven dat wij achter het idee van vaccineren staan. En los daarvan, ik wil duidelijk stellen dat de regering niemand verplicht stelt om het vaccin te nemen. Het enige wat wij proberen te doen is de onbekende informatie of de updates die er komen met betrekking tot het vaccin aan u te presenteren. En we zeker niet uw besluit om het vaccin niet te nemen willen beïnvloeden. Wat we wel gaan doen is voor de mensen die twijfelen, maar wel openstaan om het vaccin te nemen, dat we zoveel mogelijk informatie ter beschikking stellen, zodat ze zelf het besluit mogen nemen. Met de woorden van minister Amar Ramadien zijn we aan het einde gekomen van dit journaal. Ik doe een beroep op ieder om niet achter valse berichten aan te gaan, maar wachten totdat de instanties aan het woord komen. Valse berichten zullen ervoor zorgen dat wij ons langer gaan moeten opsluiten. Laten wij als Stranamangs één vuist maken, zodat de wereld naar ons kan kijken. COVID-19, Asarikba. Tot morgen.